heb het geschreven voor alle dokters, alle huisartsen. Ik heb het ook geschreven voor al het ondersteunende personeel en de assistentes. Het was metrisch lastig te verwerken in de tekst. Dus als ik zing wij, dan bedoel ik iedereen die hier aanwezig is, jullie allemaal. En ik zing het ook voor mijzelf. Ik zing wij, maar ik ben nog geen dokter. Ik ben co-assistent. Ik heb vandaag een compensatiedag. Ik heb ook een beoordelingsboekje bij me. Als je het leuk vindt, vind ik graag eens even wat invult straks. Dan scoor ik weer goede punten. Maar ik zing dit nummer ook voor mezelf, omdat ik hoop als ik over 5 jaar huisarts ben, want ik wil heel graag huisarts worden. Als ik ook... Dat ik hoop als ik over 5 jaar huisarts ben, dat de eerste lijn nog net zo mooi en zo goed is als nu. Dat dat behouden blijft. Ik zing het nummer voor alle patiënten. Het is niet alleen goedkoper als een huisarts je een goede teennagel weghaalt in plaats van een chirurg. Maar je hebt ook nog eens een keer een leukere dokter. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik loop op dit moment al 6 weken mijn coachschap chirurgie in Hilversum. En ik moet zeggen dat ik me nu een stuk meer thuis voel tussen jullie. Dat mijn haar klaar voor hetzelfde gebeuren. En ik zing dit nummer voor de minister. Hoe heet ze ook weer? Die vanavond wel naar Paul Witteman moet komen, maar niet als er huisartsen aanwezig zijn. Mevrouw Schippers, zoals ik zojuist op teletext, is bereid om te praten. Volgens mij moet mevrouw Schippers helemaal niet praten. Volgens mij moet ze iets gaan doen wat wij huisartsen als de beste kunnen. Mevrouw Schippers moet niet praten, maar mevrouw Schippers moet luisteren. Bezorgd of bang.
Stel dat je longen, stel dat je hoofd, stel dat je geweten verbrand of verrond of verdoofd. Wie kan je helpen? Waar kan je terecht? Waar word je gehoord en waar word je gehecht? Wat je kan doen met zo'n 10.000 dokters en